In de categorie stoer, stoerder, stoerst scoort deze Jammering Cross 60 Cabin heel veel punten. Ga maar na. De romp is van aluminium. De binnenschaal is van onderhoudsvrij polyester. Je hebt een kleine kajuit waar je zelfs in kunt slapen. Je kunt er buiten sturen en met 960 kilo eigen gewicht is deze boot zelfs trailerbaar. Nou, je merkt meteen ook wel het nadeel van het ijzersterke aluminium. Het is een beetje een klankkast. Dan geef je wat gas, nou, dan valt het weer weg. Jammering is een van oorsprong Fins merk dat sinds enige tijd, zoals het heet, empowered by Yamaha is. Net als veel andere botermerken is elke Jammering al voorbereid op een Yamaha motor. Wist je dat Yamaha ooit begon met het maken van muziekinstrumenten zoals piano's? Dat zie je nog terug in het logo met de stemvork. Nou, al deze boten die empowered zijn bij Yamaha, die zijn voorbereid op een Yamaha motor en deze boot dus ook. Hierachter passen motoren tussen de 70 en de 150 pk en hieraan hangt een 130 pk. En dat is een viertakt viercilinder motor met 16 kleppen, bovenliggende nokassen en een cilinderinhoud van 1800 cc. De motor heeft elektronische brandstofinspuiting en een 35 ampère dynamo waarmee de start- en de boordaccu's moeiteloos kunnen worden opgeladen. Met een gewicht van 174 kilo is het een lichte motor afgezet tegen het vermogen. Fijn is ook dat de motor een ondiep waterstand heeft, zodat je er werkelijk overal mee kunt komen. We varen nu probleemloos 50 km per uur. Beetje ventilatie, dat is heerlijk. En er zit nog veel meer in. Top ligt rond de 70 km per uur. Je merkt dat ondanks dat het een lichte boot is, dat hij geweldig grip heeft op het water. Ook langzaam varend bevalt de boot goed. Hij is wat windgevoelig. Maar het stuurt lekker en je hebt maar een klein beetje gas nodig om hem precies in het juiste spoor te krijgen. Bijzonder van deze 6 meter lange boot is dat je zowel binnen als buiten kunt sturen. Dat maakt het een all-weather boot, een beetje een Land Rover Defender op het water. De licht negatief geplaatste voorruit maakt die uitstraling alleen maar stoerder. Het is ook een praktische boot. Hij is sowieso heel goed geconstrueerd, alles is keurig afgewerkt. Maar je kunt voorop opstappen en dan door het middenpad tussen de stoelen heen naar het achterkajuit lopen. In Scandinavië gebruiken ze deze boot heel vaak om heel snel naar een eilandje te gaan en dan lekker te gaan vissen. Nou, je hebt voor en achter prima de ruimte en je kunt binnen in die kajuit natuurlijk ook heel goed varend kamperen. Dankzij het goede onderwaterschip en de sterke motor en de ijzersterke constructie zijn de vaareigenschappen precies wat je ervan verwacht. Je springt moeiteloos over de golven en je hebt altijd grip op het water. En de prijs die begint standaard voor de boot, 40.000 euro. De motor die hierachter hangt, die kost 14.295 euro. Dus alles bij elkaar met wat extra's, toeters en bellen, heb je voor ongeveer 60.000 euro een geweldige, stoere all-weather boot met meer mogelijkheden dan welke andere 6 meter boot dan ook.